Ja, hou op man. Je moet ook niet tijdens de wedstrijd alleen maar van alles, joh. Merci. Geen dank. Yes. Zijn we weer? Zijn we weer. Zijn we weer? En dan begin jij toch met bizarre maanden? Dan doe ik dacht dat jij dat zou zien. Hey, zijn we weer? We hebben een paar bizarre maanden achter de rug gehad natuurlijk. Een fantastische dag met Pleun, maar... We zijn hier voor de tegenprestatie en dat ging over het shirt ontwerpen. Dat hebben wij met z'n tweeën gedaan. We hebben hier een kleine sneak peek. We hebben wat lopen schetsen. Lars? We hebben lopen schetsen. Top. En we zijn hier voor Kirsten, want daar hebben we natuurlijk mee gedaan. Bij Deventrade. Mag ik jou wat vragen? Ja. Wij zijn op zoek naar Kirsten. Kan jij ons daarbij helpen? Ja, die kan ik even bellen. Kom zo binnen. Dankjewel man. Het is wel een moodbordje dit, hè? Vriend, dit is echt fantastisch gedaan. Dat moet ik echt zeggen. Heb jij een favoriet van deze? Ja, ik vind deze heel tof. Ja. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Maar wat is jouw favoriet? Ja, dan ga ik voor dat shirt wat Pa heeft gedragen, toch? Ja, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Sentiment zit erbij. Toch? Ja, klopt. Het uitgangspunt voor ons was dat het een shirt was wat je met sport kan dragen, maar eigenlijk ook bijvoorbeeld in de stad kan dragen, bij een spijkerbroek of op het strand. Iets wat ook meer fashion is. Hey, leuk jullie weer te zien. Ja, zeker. Komen we natuurlijk weer de shirts bekijken die we vorige keer ontworpen hebben. Ze zijn eindelijk binnen. Ja. Ze zijn wel echt heel tof geworden. Ja, wij zijn echt super benieuwd. We hebben net eventjes hier alles beoordeeld. Ja. Maar we komen natuurlijk voor onze eigen creatie. Welke is de mooiste? Ja, die van ons, de paarse, denk ik dan toch. Ja, toch wel, hè? Ja, maar misschien gaan we de komend seizoen wel weer even trapje, daarom. Next level. Hè? Nog even overheen. Ja, gaan we naar bovenheen. Yes, let's go. Nou ja, leuk dat jullie er weer zijn. We zitten natuurlijk wel te wachten op het moment waar tromgeroffel bij hoort. Zeg maar. We hebben de drie uitshirts hebben binnen. We hebben natuurlijk samen ook met elkaar echt lopen brainstormen, lopen ontwerpen. Het is wel leuk om het ook van deze kant te bekijken en daarin meegenomen te worden. En het is wel heel vet om over na te denken van wat is het concept erachter en hoe denk je erover. En ook qua verkoop natuurlijk voor de fans hier in de stad. En wie weet misschien zelfs buiten de stad als je iets heel vets maakt. Of ga jij maar openen? Onze beurt één. Oké. Jij eerst. Ja. Nee, absoluut jij. Ik hè? Ja, go. Kijk maar even. Laat even op je inwerken. Dus dit zijn drie verschillende. Dit ziet er al heel vet uit. Ik had wel verwacht dat er dikke dingen in zouden zitten, maar die doos ging open en... Dan zie je drie shirts die eigenlijk nog beter zijn geworden dan dat we hadden verwacht. Het was meteen duidelijk dat daar drie hele vette shirts in lagen. Oké, Ik ben al verkocht. Nee, pak maar eentje. Okay. Is die vet geworden? Ja, ook hard man. Ja, dit lijkt wel, toch? Ja, dit lijkt heel vet. Dit is wel volgens mij echt vet. Ook... Maar dit krijg je zo. Ja, dit is tof. Ja, dit is heel hard. Ja, wat leuk ook bij deze is dat we ook afgesproken hadden verschillende mixes van fabrics, zeg maar. We hebben mesh, we hebben een wat dikkere stof en we hebben echt die gladde stof bij de mouwen. Daarbij, de badge wordt natuurlijk nog later gedaan. Ja. Dus dan komt dan nog echt een fysieke badge op. Voor... Oh ja, want daar hadden we toevallig beneden over dat dit zeg maar een echte badge wordt. Ja, maar dan gaan we eerst... Ja. Het oude logo. Maar het oude logo. Zo. Ja, heel vet. Dat is mega. Ja, heel vet. Oh, die vind ik nog wel harder hoor. Ja. Even nog goed laten zien. Oh, ik vind deze kleuren, heel hard, bro. Die kleuren zijn dik. Ja, dat is met dat geel waar we gekozen voor hadden. Dat het eigenlijk een soort vervaalde geel zou zijn. Met echt die diepe turquoise kleur. En ook wat we ook gedaan hadden, is de schoudernaad iets laten droppen, zeg maar. Zodat je ook een beetje dat drop shoulder effect gaat krijgen. Ja. Splitje ook aan de onderkant hebben we even erin gezet. Zodat hij ook echt iets meer statement fashion was. Dat je ook met jeans kan dragen voor de supporter. En voor de rest echt gewoon wel echt. Dit is wel echt heel vet, man.
Oh, deze is wel heel nice geworden, man. Maar ik zeg heel eerlijk. Ja, die ziet er ook wel heel goed uit, man. Ja? Paars voor paars. Ja, zo. Zo. Deze is ook echt heel mooi geworden. Deze is goed gelukt, hè? Deze is veel mooier geworden dan ik had gedacht. Super chic ook. Maar dat grapje onderin met dat neongroene equal-tekentje, ja. Van dat eigenlijk het voor iedereen is en dat eigenlijk in een twist. Ja, we hadden het natuurlijk over gehad om inderdaad een beetje fashionable een klein grapje erbij te doen. Precies. En ook wat een klein, iets betekent, zeg maar. Ja, en die off-white kleur, maar ook hier in die schouder, dat vind ik echt wel mooi. Met die inzet hier, met die soort taping-idee. Zo, zeg maar. Die had ik nog niet eens gezien. Ja, dat maakt hem ook wel weer gewoon echt heel vet ook. Maar ik had eerlijk gezegd over deze... Tenminste het gevoel van, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden, zeg maar. Maar als ik hem zo zie, denk ik wel van, oh, dit is ook wel heel vet. Ja, dat is echt super dik. Ja. Ja, ik zei al drie totaal verschillende. Ja. Ik denk ook dat ik een favoriet heb bij deze. We hebben natuurlijk ook de broekjes erbij zitten. Dus dat maakt dan ook het tenue echt af, zeg maar. Want je moet echt shirt met broekjes zien. Ja. Dus dit is ook dat het zeg maar dan zou doorlopen in je short. En hier, maar daar denk ik dat we nog wel iets aan moeten tweaken. Ja. Want het was iets te veel aan dezelfde kant dat je hem twee keer erop zet. Okay. Ik zou hem echt bij één keer laten. Ja. Want anders heb je zeg maar dit effect van dat je dit zo op elkaar draagt. En dat je eigenlijk twee keer hetzelfde grapje gaat doen, zeg maar. Dus dat zou ik zelf even iets minderen. Ja. Maar dan heb je hem ook. Ik wil het niet moeilijker maken, maar ik zou het niet minder. Ik vind het juist wel dik. Ja, het heeft wel iets Of je moet het even aantrekken, dan kan je het echt zien. Ja, dat is we hebben wel echt een model hier in ons midden natuurlijk. Dus, beste idee van de dag. Ja. Als Bas het aantrekt, dan zie je ineens een voetballer in een shirt die er ook daadwerkelijk in moet gaan spelen. En het broekje erbij, dat vind ik ook altijd, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Als je dat aan elkaar matcht, dan zie je pas echt goed of het een outfitje is. Leuk voor shirt, maar de details die dan weer doorgaan in dat broekje, dat is wel heel vet om te zien. Hier gek. Het staat goed. Ja. En die sokken matchen ook lekker. Ja, die zijn echt top, hè. Die zijn echt dezelfde kleur, heerlijk. Nee, trouwens, wit kan. Dit is wel echt heel dik, hoor. Ik was eerst even misschien bang dat dat stipje echt iets te heftig zou zijn, maar nu ik een paar meter van je afsta. Zeg maar dit bedoel ik. Ja, dan is dat, valt het echt wel heel erg mee. Ja. Ja, ik vind het ook wel hard, hè. Ik hou sowieso van zwart qua kleuren en zo. Ja, nice. Sterker nog, het stipje valt me nu pas echt op. Is dat het? Ja? Ja, qua concept heel goed. Tof, mooier geworden dan dat ik had gedacht eigenlijk. Kijk, dat eerste shirt leek natuurlijk het meest op wat mijn vader had gedragen. Dus daar had ik in principe het meeste gevoel bij. Maar ik zag ook wel weer hoe Bas was losgegaan bij al die designtjes. En daar heb ik dan op die manier ook wel weer een gevoel bij. Dus dat eerste shirt was wel bijzonder, maar ik zag ook wel meteen dat ik dacht, nou, die andere pakt me ook echt wel. Next. Oh, dat geel is dik, man. Zeg het maar. En ik vind nu, dat zie ik dus ook nu pas met een broekie, de inkeping in het shirt, zeg maar, en dan ook deze. Ja, dat splitje, dat zo twee keer terugkomt. Dat pakt me echt wel. Echt zo'n shirt wat je dus met sport gewoon top kan dragen, maar ook gewoon, inderdaad, wil je naar het strand of ga je een keertje een dagje met een... Je hebt een spijkerbroek en een shirtje, dan is het ook vet, zeg maar. Ja, hou op, man. Ja, deze is wel echt tof, man. Hier heb je... Ik vind ook dat groene dingetje. Ja? Zit aan die kantje. Dat moet echt wel. Ja, hè? Ja. En ook hier die inkeping weer, toch? Ja, man. Off-white-achtig. Kraagchic. Ja, man. Dit is... Ja, of niet? Ja. Ik vind deze ook echt top, man. Zit die lekker op? Zit jij? Is het betaald, zeg maar? Ja, hij zit goed. Ja. Ja, man, heel nice. Die moet ook nog kunnen ballen, natuurlijk. Ja. Je moet ook niet tijdens de wedstrijd alleen maar ballen. Nee, dus man, heel tof. Voor mij, goed, ik hoef niet in het voetballen. Gaat het tussen die twee. Dus dit is voor jou de afvaller? Toch? Als we zeg maar zo te werk gaan van we kiezen eerst wat het niet wordt, dan zeg ik deze inderdaad. Ja, daar ben ik wel mee eens van. Zeg maar, hij is super goed gelukt op basis van deze. Zeker. Maar dit is allebei gewoon originele, meer van deze tijd. Ja, precies. Dat vind ik ook gewoon heel vet. Het is gewoon heel origineel en sport, maar ook fashionachtig. Dan kom je toch gewoon bij deze twee, zeg maar. Mogen we er nog even over nadenken? Ja, ik snap dat dit gewoon een moeilijke keuze is. En
Tuurlijk, mag er even over nadenken, laat het bezinken, maar ik hoor het wel graag snel. Ja. Gaan een paar nachtjes over slapen, ja. Hapje op eten en dan... Ja, dan gaan we beslissen. Wij gaan even een nachtje slapen. Dan gaan we denk ik een hapje eten. Dan liggen we ze nog een keer naast elkaar. Ik denk dat het er ongeveer zo uit komt te zien. Een drankje, misschien een tweede drankje. Nee, ik weet niet. Ik vond twee heel vet, heel mooi. En daar gaan we denk ik tussen kiezen en dan gaan we het zien. Beste supporters, we zijn een paar weken verder, een drankje verder, een hapje verder. We hebben het er uitvoerig over gehad en de keuze is nu echt gemaakt. Maar de reden dat ik jullie toespreek is, ik ben net op de club geweest, ik ben er nog steeds. En ik heb fantastisch nieuws gehoord wat het shirt nog mooier en toffer gaat maken. Dus daarover later meer. Nu, zaterdag is de eerste oefenwedstrijd. Dus deze week wordt het shirt bekendgemaakt. Stay tuned en wordt vervolgd. Ciao!